Het videojournaal wordt dit keer gepresenteerd door Sem, Fieps en Katootje. We beginnen met de bootjesdag. Kijk eens, 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 wat is het vandaag voor dag? Zaterdag. En wat is er vandaag voor speciale dag? Bootjesdag, hè? Ga je altijd mee? Ja, ik ga altijd mee. Ik voel me helemaal blij, weet je net? Ja? Ja. Mooi. Stuurde er net de boot? Ik. En vond ik heel fantastisch. Ik heb ervan genoten. Het zag heel spannend uit. Ja, hè? Ja, dat vond ik ook eigenlijk. Waar moet je nou op letten? Stuurboord, bakboord. En de wind. Als die te fel naar de links of de rechts gaat door de wind, moet je het stuur bijcorrigeren, bijdraaien. Is dat moeilijk? Ja, best wel, ja. Best een grote boot, hè? Best een grote boot. Rita, ja. Hoge golven, hè? Ja, hele hoge golven. Ben je niet bang? Nou, net met het schommelen. Het leek net of ik op een schommel zat. Zo hard ging je heen en weer? Ja. Als je op een boot zit, wat moet je dan allemaal aan denken? Wat moet je allemaal meenemen? Zwemvest, regencape. En je goed vasthouden als hij schommelt? Ja, dat ook. Wat vind je van deze dag, Rita? Leuk, heel erg gezellig. En de mensen vind ik ook heel leuk. Mooi dagje uit? Ja, heel mooi dagje uit. Esther en Erik-Jan, hoe was het? Ja, het was een hartstikke leuke dag. We hebben getroffen met het weer, gelukkig. Dus er stond wel hoop wind. Ik vond het wel een beetje eng, maar ik vond het hartstikke leuk om mee te varen met deze mensen. Hoe was het vandaag? Leuk gehad, hartstikke leuk. Ja, mooi. Hartstikke leuk. Was het de eerste keer? Niet in het water gevallen? Nee, ik heb een zwemvest aan gehad. Ging wel wiebelen, hè? Nee, ging wel wiebelen. En wat heb je allemaal gezien vandaag? Boten, mensen, gezelligheid. Waarom is het nou zo leuk om op het water te zijn? Je geniet gewoon. Nou, het geeft toch een bepaalde rust en je voelt je er prettig bij. En je bent met hele andere dingen bezig en je denkt niet steeds aan hetzelfde. En je zit niet steeds aan hetzelfde te kijken. En dat is het leuke van het water. Je ziet andere dingen als dat je loopt over de weg of langs huizen. Hij ging ook af en toe zo... Zwaaien, zwieren. Niet zeeziek geworden? Nee. Een echte matroos? Ja, ik probeer het wel echte matroos te zijn. Of niet blijven? Ik weet het niet. Ik ben er wel op gekleed dat ze mogen blijven, hoor. Ik ook. We gaan gewoon proosten. Oh, dat brengt geluk. Dat brengt geluk. Ja. Oké, daar gaan we. 1, 2. Oh. Wow.
ook een beetje. Jelle, waar zijn we hier precies? Ja, we zijn op Guldhof. Guldhof? Ja. Daar was toch iets mee? Ja, problemen. Wat voor problemen? Ja, problemen met de buur en andere problemen met de vergunning. Foute vergunning? Foute vergunning. Moesten jullie weg? Waarschijnlijk wel, als het er zo door bleef gaan. Maar het is opgelost. Het is opgelost? We mogen blijven. Jullie mogen hier blijven wonen? Ja. Dat is goed nieuws. Ja, zeker. Hartstikke zeker. Dus jullie mogen blijven wonen op Guldhof, maar je zei dat er iets aan de hand was. Ja, we krijgen een nieuwe naam. Een nieuwe naam? Ja. En waarom is dat dan? Een hele nieuwe naam. Omdat we opnieuw gaan beginnen met een nieuwe start en met een nieuwe naam. De Dijk. Op een dag in Teletubiland is het tijd voor Tubby Toetje. Maar dan knoeit Dipsy met zijn toetje. Oh, Dipsy, Tubby Toetje, ja. Yeah. Het lijkt wel toneel. Het lijkt wel toneel. Bas, 7 juni. Wat is hier toe gebeurd? Voorstelling van ons tweede thuis, van Guldhof. Dat nu de Dijk gaat heten. En hoe heette die voorstelling? De Zonnereis. Een groot toneelstuk. Wat we ongeveer 10 weken ingestudeerd hebben. Waar ging dat over? Dat er 2 mensen waren die de zon zoeken. En toen leefden ze allemaal avonturen. En wie gingen er op zoek? Bas en Bianca. Van achter het veld kwamen we naar voren. En toen zetten we steeds ons tentje op. En toen gebeurde er van alles. En, ze moesten eerst allemaal dingen doen. Meedoen met het lied, met het dansen en dat soort dingen. Anders kregen ze niet de spullen wat ze nodig hadden. Als eerste moest ik een cowboy zijn. Ik moest de boef spelen en een gedicht voorlezen en het eindlied zingen. En toen zijn we eigenlijk Indianen geworden. En voor de Indianen hebben we nog de pannenkoekenlied gedaan. En daarna een gedicht voorlezen. Ik ben een gevoelige cowboy. Ik heb een gedicht geschreven. Waterstroom. En wat had je nog meer voor rol? Zulu. Zulus? Ja. Wat moest je daar doen? Moesten we een beetje eng kijken en zo. En aan het wij gingen de mensen vastbinden en zo. En na een tijdje kwam een enge monster en toen gingen wij moesten alle Zulu's weg. En dan werden die 2 weer bevrijd. Spannend toneelstuk. Ja. Ja, toen hadden ze alles om de zon te vangen en toen kwam er een hele grote zon op. Heb je de zon gevonden? Ja.
publiek, hè? Was er veel publiek komen kijken? Ja. Ook mensen die jij kent? En 9. Wie allemaal? Mijn moeder, mijn vader, mijn oma. Mijn opa en mijn tante. De Beethovenlaan en andere voorzieningen. 3 zussen. En mijn vader, moeder en mijn zwagers. Een vriendin van mijn moeder, haar man, mijn neef en een vriendin van mijn neef. En hoe was het om deze rollen te spelen? Uitstekend. Het was wel spannend, maar... Had je plankenkoorts? Nee. Misschien wel zenuwen, maar... Was het spannend om voor zoveel mensen op te treden? Ja, ik wou eerst niet. Zo spannend? Ja. En waarom heb je het toen toch gedaan? Omdat het moest. Ik moest doorzetten. Dus het is gelukt? Ja. Voor mij is het een gemoedsrust. Het geeft minder prikkels in je hoofd. Door het toneelspelen? Ja. Hoe komt dat nou? Ja, geen idee. Het geeft een soort stimulans. En dat geeft goed balans in je lichaam. Is het goed voor je? Ja. Ik zou het vaker willen doen. Op de Nieuwe Weg hebben een aantal bewoners een indrukwekkende hobby, de modelspoorbaan. Ze doen dat met een aantal vrijwilligers uit de buurt en zijn samen de modelspoorgroep Haarlemmermeer. Het is een landschap met bergen en tunnels. En daar rijdt een trein door, net als in het dicht. Daar zijn we een jaar mee bezig. Al een jaar? Ja, oh ja, ja. Joop, de arend. Ja. Ja, wat een idee, hè. Ja, er kwam eigenlijk een jaar geleden kwam ik gelukkig in de FUT terecht. En toen dacht ik van, wat moet ik nou gaan doen om mijn tijd te vullen? En ik had altijd al interesse in de oude spoorlijnen van Haarlem, ook van Haarlemmermeer. Toen dacht ik, nou, laat de arend eens een keertje bouwen. Dat heeft vast nog niemand het gedaan, dus. En zo kwam ik het op dit idee. Bob, de modelspoorgroep Haarlemmermeer. Wat is dat precies? Ja, het is een groep liefhebbers die samen bouwen aan één grote baan. Het geeft de Haarlemmermeerlijnen uit de jaren 30 weer. Begin jaren 20 tot de jaren 30. En die bestaan niet meer. Die hebben in de Haarlemmermeer gelopen. En die wil weer in beeld gaan brengen. De club is eigenlijk opgericht om mensen van de woonvoorzieningen... In een hobby terug te halen. Dus als ze mee kunnen doen aan een hobby en in samenwerking met de buitenwereld, zo zou je het kunnen zeggen. Iedereen samen met elkaar bouwen aan de spoorlijn. Ja, precies. Gerard, wat staat er hier achter ons? Een treinbaan van Märklin. Een enorme treinbaan. Dat is de laatste tijd van klein naar groot geworden, dus... Wie heeft dat allemaal gemaakt? Ik samen met een meneer, die ook van een... houdt ook van een treinen. Het hoort je slaapkamer te zijn, maar... Ik kon het niet kwijt, dus ja. Wat heb jij met treinen? Ja, omdat ik meer plezier in heb. En het is je hobby.
zie een heel overslagstation. Ja, dus, een dorp? Ja, een dorp. Plein, huisjes, station. Molen en een betonfabriek en zo. Dus, Het vervoer wordt geregeld door Gerard Schaftenaar, zie ik. Dus, Heb je nog een soort van droomwens om een bepaalde trein ooit op jouw baan te laten rijden? Er zijn er zoveel treinen. Dus, Want ik mocht elke jaar, als we naar de jaarbeurs gaan, mocht ik altijd één trein kopen. Dus, Gerard, ga je dit nog eindeloos doen of denk je dat er een eind aan komt ooit? Voorlopig ga ik nog altijd door. Dus, Gaat u weer? Rob, je moest hem net een beetje een duwtje geven, hè? Ja, dat klopt. En dat kwam door die wagen hier die daar achter zat. Dat weet ik, daar heeft hij altijd moeite mee. Zo makkelijk is dat dus helemaal niet, zo'n treinbaan? Nee, zo makkelijk is het niet. Ik dacht, je zet een knop aan en het gaat vanzelf. Nee, maar nee. Ik zag je net met iemand samen aan de trein werken. Ja, dat klopt. Dat is Gerard, die hier staat. En die is ook lid van de club. De treinenclub? Ja. Wat heb je met de treinen zelf? Wat vind je van treinen? Een trein heeft een bepaald geluid. Dus dat geluid heeft iets. In het weekend, zoals vandaag, dan rijdt hij de hele dag. Is het een hobby waar je op grond van zegt, nou is het mooi geweest, is nou begint het met te vervelen? Nee. Je hebt iedere keer een nieuwe uitdaging. Ben je heel leven mee bezig. Daar ga je altijd mee door. Als je klaar bent, denk je, nou, misschien toch nog weer wat beter. Ik heb het al eerder gezegd, het komt niet af. Als het echt af zou komen, dan is de lol eraf. Heb je niks meer te doen. Dus een treinbaan komt nooit af. Bij Frans Botne in Hoofddorp. En waarom zijn we hier? Om te schilderen, wat leuks. Het is een workshop. Zie je? Oh ja. Je hebt deze nu. Ja. Dan ga je zo'n duim maken. Ja. Frans Botne, we zijn in jouw atelier. Samen met allemaal cliënten van Ons Tweede Thuis. Wat doen die hier? We gingen bij Stichting Ons Tweede Thuis kijken. En we hebben daar 6 cliënten uitgekozen die echt professionele kunstenaars zijn. En met hun samen besloten om een mooi project van te maken. Wat leren ze hier nou allemaal? Andere zienswijzen. Ze werken natuurlijk dagelijks op bij Stichting Ons Tweede Thuis op het atelier. Maar doordat ze hier komen worden ze beïnvloed door andere technieken, andere kleuren, andere vormen. En andere inspiratie, dat vind ik heel belangrijk. Kijk maar die kant op. Alleen een dame die liever iets doet met liefdespaar. Liefdespaar? Ja, zie je wel. Dat is die op, die is wel leuk. Met moeder en kind. Oh, die is wel mooi, kijk. Ja. Nemen we die? Ja. Nou, ja. Dan gaan we die meenemen, niet? Ja. Proberen we die vandaag te maken. Ja. Zo. Dan gaan we die naar de houden. Krijg je ook ideeën als je hier werkt? Ja.
Zo te zien, alle de beeld zie je en alle schilderijen hier. Hij heeft heel veel schilderijen en beelden gemaakt, hè? Ja, heel veel, ja. Je zit op een echt atelier, er staan overal schilderijen van Frans Botner. Wat betekent dat wat? Doet dat iets? Ja, heel veel. Het is iets bijzonders gewoon. Ja. Krijg je daar ook zelf nieuwe ideeën? Veel te veel. Waarom vinden mensen dat mooi van Stede Thuis om te zien? Ik denk omdat het figuratief is. Herkenbare vormen en referenties aan gezichten, aan mensen, heel veel dieren en vooral heel vrolijke kleuren. Heel positief en dat spreekt ze heel erg aan. Ja, met een potlood eerst beginnen. Eerst met een potlood beginnen? Ja. En dan? Dan schilderen. Is het moeilijk, als je nou zo'n heel wit doek hebt, is het dan moeilijk om te beginnen? Nee, best makkelijk. Makkelijk? Ja hoor. En hoe begin je dan precies? Oh, gewoon met die kleurtjes beginnen wat ik zelf wil. Ja, en die andere ene ook. Eerst was het allemaal potlood en nu is het opeens allemaal kleur. Ja, allemaal kleur, ja. Oranje en dit is helemaal roze en dit wordt dan donkerroze. En je houtjes erbij, dat is net verliefd zijn op elkaar. Echte liefde? Ja, echte liefde, ja. Ga je het vandaag afkrijgen of heb je er meer tijd voor? Meer tijd zijn nodig. Het duurt best wel lang toch, een schilderij maken? En ja. Hey, Esther, ik zag dat je advies kreeg. Ja, inderdaad. Soms zit ik zo vast met het idee dat ik even niet weet hoe ik het moet doen. Dus vandaar dat ik eventjes hulp vraag. En dan zie ik het weer. En dan kan ik mijn eigen ideeën weer doen. Wel handig dat jullie dan in het atelier van een echte kunstenaar zitten. Ja, zoiets beroemds krijg je niet meer. Met die rauwe fout mensen. Ik heb een mooie blauw gevonden. Vind je dit mooi? Ja. Ja, heel veel. Ja? Schoon. Ja. Mooie kleur, hè? Ja. Gaan we daarmee beginnen? Hier is goed. Wordt het ook geëxposeerd? Kunnen we het zien? Ja, het begin volgend jaar. Een echte expositie in de galerie bij Frans Botner? Ja, klopt. Dat is het mooiste plekje wat je kunt bemachtigen. Zoiets krijg je nooit meer. Op 19 en 20 augustus was de sportdag van de dagcentra van Ons Tweede Thuis in het Spectrum in Hoofddorp. Zwembank, stapelen en dan weer op die. Op het vlot? Ja, op het vlot, ja. Dat zag er eng uit. Ja, hè? Jullie zijn omgeslagen. Ja. Jan, kan je wel zwemmen? Ja.
Ik heb 4 diploma. 4 diploma's? Ja. A, B, C en D. 4. En dan ga je een beetje hier en daar en over elkaar. De ene boven, de andere boven. En hoppa! Justin, niet zo makkelijk spel, hè? Nee. Het haakje moet ik zo eronder krijgen. En dan zo weer terugvallen. En je buurvrouw? Heeft die er al één? Ja. Ja. Tomaar had een heleboel. Bianca, wat gebeurt hierachter? De rolstoelrace. Wat moet je precies doen? Je moet hard naar de overkant zien te komen en zo'n zakje pakken. En dan heel snel weer terug. Vol gas? Ja, vol gas. Geen ongelukken gebeurd? Nee, nog niet ongelukken gebeurd. Ja! Fantastisch! Goed zo! Hallo, daar zijn we weer. Ja. Wij zijn Fieps en Katootje. En we zijn in te huren voor voorzieningen binnen ODT. Ja, voor feesten en partijen. Mail naar fieps.katootje@yahoo.nl. Doei hoor. Ja.